We gaan even terug naar Wimbledon 2010. De Amerikaan John Isner en de Fransman Nicolas Mahut die spelen daar een tenniswedstrijd tegen elkaar. Het werd een wedstrijd vol met records. De meeste aces, de meeste games, allemaal in één wedstrijd. Maar het belangrijkste record was toch wel de langste professionele tenniswedstrijd ooit. En toen was het eindelijk klaar. Hoeveel minuten duurde de langste professionele tenniswedstrijd ooit die we hier zagen? De wedstrijd werd verdeeld over 3 dagen en werd in de 5e set gewonnen door Isner met 70 tegen 68. Crowd, ga jullie gang. Altijd 2 punten verschil om te winnen. 2 games. Ja, dan kan het lang doorgaan. Nou. Speel je tennis? Ik kijk wel eens tennis. Dus ik denk dat gemiddeld een set ongeveer een uur duurt. Dus het zou wel 4 uur zijn voor de eerste 4 sets. Maar ja, dan die laatste met zoveel games. Nou, in ieder geval 240 minuten voor de eerste 4 sets. En laten we zeggen dat de 5e set 7 uur duurde. Dus dat is 420 minuten. 420 en 240. Dat zou 660 minuten zijn. Dus dat is zeg maar 10 uur. Dan maken we er een mooi getal van 666. 666. En hiermee staat je antwoord vast. Wat is het antwoord van de crowd? 924. Die dachten, nou, dat zijn wel veel meer minuten dan dat. We kunnen er pas een waarde aan hechten op het moment dat we het echte antwoord weten. En laten we samen kijken. Wat is het record? Wie rompt die? Jeetje! Danny! Wow, 665, Danny. Man. Je zit er 1 minuut naast. Wist je het? Nee, ik wist het niet. Nee, ik wist het echt niet. Nou, je hebt echt een engel op je schouder, man. Nou, ongelooflijk. Helemaal, als je dit zo even snel uitrekent en je het niet wist. Een wonder. We gaan eerst kijken naar de percentages. Er worden punten verdiend en door jou heel veel punten, Danny. Kijk maar. 12 voor de crowd en gewoon de volle 50 voor Danny. Heel erg goed.